In de voormalige ambachtsschool aan de Haagweg nummer 4 in Leiden geeft Bernadette Drent al ruim 25 jaar naailes. Sinds kort staat er een nieuwe cursus op haar programma. Kan je daar meer over de upcycling vertellen? Ja, een van mijn passies is ook, of eigenlijk afwijking, is dat ik nooit iets weggooi. Dat ik overal wel brood in zie. En het is natuurlijk heel actueel dat mensen zijn steeds meer bewust van onze voetafdruk. Dus aan alle kanten wordt er verduurzaamd en in de textiel is dat heel erg nodig. Mensen kopen iets en zijn gewend gewoon elk jaar een hele nieuwe garderobe aan te schaffen. We hoeven het niet te hebben over waar dat dan precies vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. Vaak erg milieubelastend, maar ook zonde. Dus ik wil mensen verleiden om met hun oude spullen of dingen die ze misschien niet meer zo leuk vinden, iets nieuws te gaan maken. Dit is bijvoorbeeld een broek geweest, of eigenlijk twee broeken. De binnenkant was weer een andere broek. Dit was de gulp, dit was natuurlijk de achterzak. Dit was een vest wat ik van iemand had geleend, wat eigenlijk al klaar stond om in de bak gegooid te worden. En ik ga daar letters op borduren en dan wordt het een klein schattig kussentje. Dit was een t-shirt. Mijn schoonzoon had een mooie lamswolle trui te heet gewassen. Was zo groot geworden. Dit is een leuke muts met het t-shirt van iemand anders als voering. En het zijn allemaal dingen die je in een half uur of een uur kan maken. Ook al heb je nog nooit eerder genaaid. Ik heb zelf ook een oude broek meegenomen. Dit is een hele leuke broek, vond ik zelf. Legerthema, maar ik pas er niet meer in. Wat zou je hier nou mee kunnen doen in zo'n middag? Oh, kijk eens. Zelfs mooie ritsjes nog. Dus je hebt al 3 ritsen. Ja. Kostbare zaak. Je hebt hier mooie zakken. Wat je zou kunnen doen, pas je de band nog wel om je taille? Om de taille gaat wel, maar het gaat om dit. Die passen niet meer om mijn heupen. Ja, nee, kan gebeuren. Nou, wat ik zelf heel makkelijk vind, is van een broek een soort revolverding is het eigenlijk. Maar ik, zoals nu ook, heb ik dus een jurk aan. En ik heb geen zak voor mijn sleutel en mijn mobiel en mijn schaar en zo. Dus dan heb ik, dit is eigenlijk gewoon dit gedeelte uitgeknipt. En dan helemaal langs de band. En dan heb je een soort van tasje. Het wordt echt gezien tegenwoordig als een soort wegwerpproduct. Ja, en dat kan ik niet goed tegen. Ik ben toch wel erg van de duurzaamheid.